Welkom in onze virtuele veilige studio van Knijsti TV. We hebben vandaag toch leuke dingen te bespreken. Een goed doel. En dat goed doel heeft te maken met de Roosjes Heist. Bij ons onder andere vandaag Roosje Françoise. En zij is het Roosje van Keizer Bize. Goedenamiddag. Welkom Françoise. Jullie zijn hier vandaag samen bij ons in de studio om iets te vertellen over het goede doel die jullie hebben verwezenlijkt. Leg eens uit, Françoise. Ja. Dus als huidig regerend Roosje hadden we, en samen met de andere Roosjes natuurlijk, heel onze groepering, hadden we twee splinternieuwe fietsen staan. Dat stond eigenlijk in een garage opgeslaan. En we dachten, nu met de corona kunnen we eigenlijk niets doen voor het goede doel of voor andere mensen om iets te helpen. En in navolging van de warmste week hebben we dan eigenlijk op onze chat nagedacht van hoe kunnen we toch iets doen om eventueel een aantal mensen te helpen in Knokke-Heist. Dus we hebben dan eigenlijk onze twee nieuwe fietsen, en dat was een witte meisjesfiets en een blauwe jongensfiets, hebben we eigenlijk per opbod verkocht via Facebook en onze groepering. En dan hebben we gezien dat dus 23 december om 20 uur was het dan eigenlijk afgelopen. En de witte meisjesfiets werd dan gekocht door Mirjam. Zij is kandidaat voor Prinses Carnaval. Laat ik zeggen, de volgende kandidaat. Want met corona is alles een stukje opgeschoven. En ik laat dan Mirjam straks vertellen wat zij dan met die fiets gedaan heeft. Maar het is zo dat het geld die we gekregen hebben via Mirjam, dus die 60 euro, gaan wij dan ook wel doneren aan de Klinker. En de blauwe jongensfiets is eigenlijk gekocht geweest door Vivian Boesemare. Zij had dat gekocht voor haar kleinzoon zijn kerst. En zij had daar dan 80 euro voor geboden. En dat is dan eigenlijk de opbrengst die gaat naar een hart voor Colin. En ik laat dan ook straks Heidi, de oma van Colin, aan het woord om even uit te leggen hoe dat daar in zijn werk gaat. Dus eigenlijk hebben we twee fietsen verkocht. De een aan Mirjam voor de Klinker en de andere aan Vivian voor een hart voor Colin. Zo hebben we dan ook wel bijgedragen aan, aan het goede doel. Leuk. Is het eigenlijk de bedoeling dat jullie elk jaar iets gaan doen met de Roosjes voor het goede doel hier in Knokke-Heist? Of was dat een eenmalige actie of campagne die jullie hebben gedaan? Goh, elk jaar. Ik denk dat we gedurende heel het jaar wel kijken wat dat we kunnen doen. En de ene keer was al de kerstmarkt staan in Zeebrugge, hebben we al gedaan. Jessica heeft dat dan in goede banen geleid en nu met de fietsen. Maar het is wel de bedoeling dat we dat inderdaad op regelmatige basis doen voor goede doelen in feite. We gaan meteen door naar kandidatenprinses 2022. Oorspronkelijk zou het 2021 geweest zijn, maar door de coronamaatregelen en zo kan carnaval dus niet doorgaan. Heb je het al een beetje kunnen verwerken, Mirjam van der Mast, nu dat het alles met de jaren is uitgesteld? Dat wil ik graag even weten. Ja. We gaan nu uitkijken naar de volgende jaar. Hè. Het was natuurlijk eventjes een domper op de feestvreugde, dat we maar zeggen. Maar het is zo, er zijn veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dus vandaar. Hè. Dus we zullen wel zien wat het volgende jaar en jaar erop. Dus ik heb een bod gedaan op die fiets. Ik had die dan blijkbaar ook gewonnen. Nu, mijn kinderen zijn veel te groot voor die fiets, dus ik had daar sowieso al een ander doel voor. En ik ben die fiets dan de dag nadat ik hem in ontvangst heb gekregen van Roosje Françoise, heb ik die naar de kleine dennen gebracht. Dat was al sowieso mijn gedacht van als ik hem ga winnen, dan zal ik hem naar daar brengen. En dan ben je bij Heidi terechtgekomen? Heidi ken ik natuurlijk al van hier vroeger in school, in het Anker. Dus, en zeker nu voor haar kleinzoontje lijkt me dat ook allemaal. En dan ook de doelen, de Klinker, vond ik ook allemaal twee schitterende goede doelen dat er werden gesteund door de Roosjes van Heist.
Vandaar. Ook welkom, Heidi. Kun jij misschien iets meer uitleggen van wat dat goed doel inhoudt? Ja, goedemiddag, Geert en Mirjam en François. Het is zo, ik ben heel blij dat de mensen ook een keer aan andere mensen gedacht hebben. En mijn kleinzoon, die beseft dat natuurlijk nog niet, maar die is dus in essentie ook zeer blij. Ook mijn dochter en mijn schoonzoon. Ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar ik was enorm, hoe zou je dat moeten zeggen, aangenaam verrast wat dat de mensen allemaal doen voor mijn kleinzoon. Wij hebben dus een groep, een Hart voor Colin, en er is daar enorm, enorm veel respons op. Ook via politiek en gewone mensen zoals u en ik. En ja, ik ben er echt van ontdaan. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over zeggen. Allee, Elke steun is natuurlijk welkom voor jouw kleinzoon, Heidi. Maar wat ik me afvraag, hoeveel zou je nu echt nodig hebben om te voldoen aan hetgeen jullie nodig hebben om de levenskwaliteit van je kleinzoon te verbeteren? Heb je daar een bepaald bedrag of zicht op? Het komt dus daarop neer. Kijk, binnen een jaar, misschien een anderhalf jaar, heeft mijn dochter een aangepast bed nodig voor de kleine Colin. Dat komt op ongeveer €8.000, volledig aangepast aan het kan omhoog, er zitten zijkanten aan, zulke dingen. En daar kregen ze een groot stuk van terug, maar natuurlijk nooit niet alles. Was mijn idee om dus met die groep nu en dan een keer iets te doen, zodanig om de mensen dat dan op handelen. Ik zet dat geld dat ik daarvan ophaal, allemaal op een rekening apart. We zitten ondertussen aan €1.400. Dus ik vind dat heel aangenaam. En zo kan ik mijn dochter met dat geld dan steunen. Voor bijvoorbeeld zo'n bed te kunnen kopen voor die kleine. Mensen die dus het project voor Colin willen steunen, die zien hier nu onder het rekeningnummer waar alle bedragen natuurlijk welkom zijn. Alvast bedankt, Heidi, voor het verhaal hier bij Kneisti TV. Nog even terug naar de roosjes van Heist. Françoise, carnaval gaat nu natuurlijk niet door. Hebben jullie plannen om toch iets te doen, om het uitblijven van carnaval draaglijk te maken voor de carnavalisten van Knokke-Heist? Zijn er plannen? Heb je een programma die er zit aan te komen? Wat zijn de plannen dus van de roosjes hier in onze deelgemeente Heist voor carnaval? Goh, met de coronamaatregelen hebben we dat eigenlijk allemaal even on hold gezet, omdat we niet weten wat dat de volgende maatregelen zullen zijn. We hebben ook gezegd van we gaan eigenlijk gewoon week per week kijken wat dat er gaande is en wat dat we kunnen doen. Maar ik vrees er een beetje voor. De cijfers zijn ook licht aan het stijgen en zo. Dus we weten het niet. Ook Kees de Biezen heeft ook gezegd of laten weten dat we het eigenlijk allemaal nog niet weten. We hebben nog een aantal weken tijd om te kijken wat dat er wel mogelijk zou zijn. Dat is allemaal even on hold. We hopen natuurlijk we hopen dat bijvoorbeeld de radio en Kneisti kranten en de Kneisti TV wel een aantal zaken nog kan organiseren, zodanig dat we toch een klein beetje het carnavalgevoel kunnen meegeven aan iedereen. Maar concreet weten we het eigenlijk nog niet. We houden het even on hold. Oké, we zien wat er gebeurt de komende weken. Iedereen bedankt, Heidi, alvast om erbij te zijn. En veel succes met het project rond Colin, de steunactie. Ook Mirjam, veel succes de komende weken. En probeer er toch nog iets leuks van te maken. En ook Françoise natuurlijk, bedankt. En veel succes met alles wat met de... Bedankt allemaal. Graag gedaan. Ja. Bedankt.